We hebben geen 2 miljoen rijke mensen in Nederland. Dus tal van mensen moeten hiervan geprofiteerd hebben. Kijk. Het andere kamertje is uitgevallen, dus ik zet deze even neer. Oké. Okay. Moeten misschien even voor de mensen die meekijken vertellen. Je hebt een mooie beige jas aan vandaag. Het is een voorjaarsjas. Ja, hoe komt dat? Omdat ik mijn winterjas in de auto heb laten liggen. En de auto parkeer ik nooit in de straat. Omdat als je hier onder de bomen staat en toevallig besluit die kouwe met z'n 50 boven je auto te gaan zitten, ben je goed een sigaar. Je poes je een ongeluk werkelijk. Ja. Hey, over dat met die energie nog gesproken. Hè? Hoe verklaar je dat er juist nu zoveel bewustwording is rondom dit thema? Ja, ik weet niet, misschien is een soort kritische massa bereikt. Misschien hebben we er zo lang zoveel aandacht aan besteed dat iedereen denkt, ja, potverdrie, er moet toch eigenlijk iets aan gedaan worden. Dat is een mogelijkheid. Maar om nou achteraf te zeggen dat die mensen die, laten we zeggen, in hun productieve fase in 1975 niks aan gedaan hebben, dat getuigt van een zo onbenullige kijk op de geschiedenis dat ik daar eigenlijk iets mee te maken wil hebben. Professor Jan Rotmans, die sprak ik laatst, die zei het ook. Hè? Hij zegt, ja, mijn dochter verwijt mij ook van, ja pap, jouw generatie die heeft het allemaal verpest. Ja, misschien moet zijn dochter dan ook eens iets lezen over geschiedenis. Ik garandeer de huidige generatie jongeren, die garandeer ik ben er niet meer bij, maar ik garandeer ze, dat hun kinderen ook zullen zeggen, godvergeten stommelingen zijn jullie geweest. Hoe is het mogelijk dat jullie zo stommelen? Dit werkt. Ik denk dat die jongeren. Elke jonge generatie heeft het krachtige vermoeden, niet waar, dat de generatie van de ouders, laat staan de grootouders, bestond uit ongelofelijke randebielen. Sowieso, elke puber denkt dat zijn ouders knettergek zijn en nergens iets van begrijpen. Vooral niet van die ongelofelijke klote muziek die zij leuk vinden. Dus het is ook in die zin een soort van onvermijdelijke generatiewissel, dat begrijp ik ook wel. Dat ik de jeugdmuziek afschuwelijk vind van dit moment. Ja, dat ligt aan mijn leeftijd. De aard van de jeugdmuziek. En ook dat ik geen zin heb om me erin te verdiepen. Maar dus dat idee van de vorige generaties. Jongen, jongen, jongen. Je kunt je veel beter verdiepen in de vraag waarom de vorige generaties zo gereageerd hebben. Waarom ons politieke systeem zo georganiseerd is dat het aantrekkelijk is voor de politieke elite om allerlei vervelende besluiten uit te stellen. Hè? Wat moesten we ook weer doen om de stikstofuitstoot op te vangen? Boompjes planten, als ik het wel heb. Maar ja, misschien toch te weinig boompjes geplant. En honden rijden? Verkeerde boompjes, wie zal het zeggen. Ja, maar omdat, dus nogmaals, zeker aan de wetenschappers. Laatst is dat ongelooflijk lollige, maar pijnlijke en ironische rapport gepubliceerd dat ExxonMobil, althans de researchafdeling van dat bedrijf, al 40 jaar geleden zei, betere cijfers had over de ontwikkeling, niet waar, van deze vraagstukken dan de officiële cijfers. Dat geeft je toch wel even een hè? Dus ja, de lui die er verstand van hadden, die wisten het wel. En bedrijven hebben het ook heel lang tegengehouden, hè? Shell heeft het natuurlijk heel lang tegengehouden. Ja, zeker, sterker nog, die hebben dus antipropaganda gevoerd. Nou, denk aan de eerste elektrische of half elektrische auto's, hoor, die in de autopers werden weggezet. Dus half zacht gelul, auto's voor de dolfijnen, nou ja, maar dit soort van flauwekul. Auto's voor de dolfijnen, ja, zeiden ze dat? Ja, zoiets dergelijks, ja. Nou ja, dus, terwijl dat achteraf natuurlijk een volstrekt revolutionair, ik bedoel hier de eerste Prius bijvoorbeeld, die ziet er ook een beetje raar uit als een mislukt dolfijntje, maar het bleek een enorme doorbraak, de start van een enorme doorbraak te zijn. En hoe werd dat ontvangen? Kritisch, lacherig, kinderachtig, flauwekul. Wat wil je toch in een auto? Een beetje een lekker motortje. Hè? Een beetje zap, zap, zap schakelen, jongen. Ja, een auto is natuurlijk heel sterk gekoppeld aan allerlei statussystemen. En heel veel mannen hebben natuurlijk geleerd, ja, een auto, daar ben je een hele piet. Mannen snijden op over het feit dat ze in 2,5 uur naar Bern zijn gereden. Noem maar wat op. Wat nam jij jouw opa eigenlijk kwalijk? Als je het hebt over generatieverschillen. Niks. Ik heb ze mijn opa's nooit iets kwalijk genomen, eerlijk gezegd. Kijk, ik was wel een beetje bang voor mijn ene opa, maar het was gewoon omdat het een beetje een streng type was. Maar nee, ik heb mijn grootouders. Sterker nog, als ik nou, ik zou zeggen, als ik nou een leuk familieprogramma zou maken voor de Nederlandse televisie, dan zou ik een familieprogramma maken waarin ik duidelijk maak hoe belangrijk grootouders kunnen zijn in een familie.
En ik zou zeggen dat mijn grootouders zowel van vaders als van moeders kant, althans voor mij, een absoluut essentiële rol in mijn leven hebben gespeeld. Ook doordat ze, kijk, die grootouders zijn voor zo'n familie een soort van dak boven de familie. Je ziet ook vaak als de grootouders helemaal dood zijn of gedementeerd zijn of wat dan ook, dan zie je hoe zo'n familie uit elkaar valt. Al die neven en nichten die je altijd zag op opa's verjaardag en op oma's verjaardag en met oud en nieuw. Je weet dat ze bestaan, maar je ziet ze niet meer op regelmatige basis. En ja, voor mij waren het, ik heb enorm veel gelogeerd bij mijn opa's en oma's. Nog veel meer bij mijn opa en oma van moederskant dan bij die van vaderskant. Maar toch, het was een heerlijk bestaan. Ik heb al mijn tentamens voorbereid bij mijn opa en mijn oma. Ik had een heel fijn kamertje op het westen. Ik keek naar de bosrand, je zag daar de zon ondergaan. Niet voor niks heb ik allemaal van die hoge cijfers voor die tentamens gehad. Ik kwam door de kamertje eigenlijk. Een heerlijk kamertje, kan niet anders zeggen. Ja, je natje en je droogje was verzorgd. Smiddags wandelde ik met mijn opa. Ja, mijn opa is natuurlijk wel 96 geworden. Dus die was, op mijn leeftijd was die fitter voor de wandeling dan ik was. Even denken, wanneer was mijn opa in de 70, dus in de jaren 60. Die was in 1890. Maar die liep als een kiekero, hoor. Echt, dat was niks mis mee. Dan had hij al een klein rugzakje bij zich. Nee, dus, ja, ik heb ons. Grootouders kunnen echt een essentiële rol spelen in een familie. Speel jij diezelfde rol nu ook in jullie familie? Ja, misschien iets minder, dat weet ik niet. Ik weet niet, ja. Maar ik zit even te. Ja, mijn kinderen hebben toch ook wel weer met enige regelmaat bij mijn moeder gelogeerd. Ja, mijn ouders zijn natuurlijk gescheiden, dus dat lag allemaal weer even iets ingewikkelder. Wat dat betreft doe je de bestanden aan om niet te veel te gaan scheiden. Ik kan niet anders getuigen dan dat mijn. Hebben we de extra weer? Dus dezelfde, denk ik, hè? Je mag hem niet twee keer tellen, toch? Kun je dat zien, dat hij dezelfde is? Nee, ja, ik vermoed het. Maar het is mijn theorie is dat het een echtpaar is. Ah, dat zou ook nog kunnen, ik zie het echtpaar altijd bezig in die boom die natuurlijk precies daar. Hè? Je ziet bij mij net de achterkant van de computer. Die boom, daar zie ik ze altijd bezig. Het zijn enorm intelligente vogels. Ze hebben eigenlijk alle kraaien achter. Ze zijn eigenlijk heel intelligente vogels. Dus ja, Hilversum, maken ze een lollig programma over grootouders. Echt heel erg belangrijk, grootouders. En waar we het nu over hebben. Grootouders geven een familiestructuur. Ja, ja, en het is natuurlijk ook belangrijk dat je niet te veel tegenstellingen krijgt tussen die generaties. Daar heeft Sieren natuurlijk nu die polarisatiecampagne voor gestart. Dat helpt natuurlijk ook niet de zaak als we alleen maar tegenover elkaar staan en elkaar verwijten maken als generaties. Ook op een nul, boven die generaties bestaan niet, dus dat is allemaal kletskoek. Ja, laatst had ik een Gen Z-expert, sprak ik. Dus dat is de nieuwste generatie die nu op de arbeidsmarkt komt. Dus daarmee geboren tussen. Want waar is die expert in dan? Ja, in de generatie Z. Dus dat zijn mensen geboren tussen. Oh, hij is expert in zijn eigen generatie? Nee, hij was veel ouder. Oh, dat nog. Maar hij was expert in een jongere generatie, Gen Z. En dat is tussen 1997 en 2010, als ik me niet vergis. Ben aan de jaartallen hoor je al dat het een volstrekt willekeurige onzin is natuurlijk. Kijk, generaties worden niet in een soort groepen geboren. Generaties zijn in een complex dakpannensysteem. Hmm. Die liggen allemaal net een klein beetje over elkaar heen. Ja, hij noemde toen ook, ik ben de naam even kwijt, van de man die dus die generaties heeft bedacht. Wat nu. Ja, er is een bekende socioloog, ook een bekende Nederlandse socioloog, Becker of zo. Die ook zo'n van die generatieboeken heeft geschreven. Maar dat is naar mijn idee niet vol te houden, die onzin. Ik kreeg ook veel negatieve reacties van mensen die zeiden, wat een onzin, die verschillende generaties, dat bestaat ook niet. Van die, ja, je hebt toch ook van die trendwatchers en zo. Ja. Ja, je komt natuurlijk bij de media, kom je met alles weg. En daar komt dat de media geen geheugen hebben en altijd een beetje paniekerig in de werkelijkheid geïnteresseerd zijn. Oh, dat is grappig. Nu, ik bedenk nu hoe die man heette, die expert. Dat was Martijn van Rossum met een U. Dus niet een E. Maar ik vroeg nog, ben je familie van? Maar dat was natuurlijk niet zo, want je schrijft het anders. Nou, we hebben zo'n ingewikkelde familiereunie gehad, lang geleden. Maar ook wel voor Rossums met een U waren. Kijk, die spelling speelde natuurlijk vroeger niet zo'n wezenlijke rol. Ik geloof wel dat die verschillende families aan elkaar gepaard. In de verte, ja, dat speelt allemaal, weet ik hoeveel generaties terug. U of E, zoveel maakt het in feite niet uit. Bij ons was altijd het gerucht met een U, die zijn katholiek, en met een E, die zijn in principe protestant of ongelovig. En wij vonden protestanten vooral ongelovig deftiger dan wanneer je katholiek was. Ja.
dat zijn we nu allemaal vergeten, maar in mijn jeugd sprak je over de katholieken in Nederland zoals nu over de immigranten wordt gesproken. Hmm. En toch een groep, nou ja, een beetje kneuzige types toch, dat was het idee. En dan met dat rare carnaval, dat is toch ook, nou ja, dat was het idee. Maar het zou dus kunnen zijn maar dat toen, iemand... zelfs in Wageningen waar ik opgegroeid ben was het nog zo dat katholieken gingen naar een katholieke slager. En naar een katholieke school? En naar een rooms-katholieke jongensschool. Ja. Waar ik elke dag voorbij moest lopen op weg naar mijn eigen school. En dan werd je uitgescholden door rooms-katholieke jongetjes. Het hele idee van een jongetjesschool natuurlijk. Waar de meisjes op zaten. Het hele gebouw bestaat al 40 jaar niet meer. Dus wat dat betreft... Nou ja, in de studentenkoren wordt het nog steeds gehandhaafd. Die scheiding tussen jongens en meisjes. Dat is niet helemaal waar. Bij mijn weten is alleen het Utrechtse koor nog steeds gesegregeerd op het punt van meisjes en jongens. Maar bijvoorbeeld de andere corpora, Groningen, voor zover ik weet, Leiden, dat is allemaal geïntegreerd. Nou moet ik zeggen, ik ging in Leiden op Minerva een lezing houden. Dus ik verbleef ook even in die sociëteitszaal, zal ik nou maar zeggen. En daar geïntegreerd en wel die meisjes stonden... nogal bedeesd in een hoek van de zaal. En het driekwart van de zaal werd duidelijk door de jongens gedomineerd. En daar was het bekende feest gaande, wat bij ons ook, zeker in het begin van het zeg maar, academisch jaar, altijd werd opgevoerd, namelijk vuur in de zaal. De ouderejaars die tegenstaken dan oude kranten aan en dan moesten de feuten of de net geïnstalleerden, die moesten dat uit gaan trappen, ja. De novieten. Ja, zo kun je. Zo mag je ze niet noemen. Meer een padvindersterm, maar goed. Nou, hier zie je ook weer de onbeschrijfelijke kinderachtigheid van de corporale, van het corporale vermaak. Maar ik vind dit nog wel meevallen. Er zijn toch maar wel heftige... Dus nogmaals, de meeste corpora zijn volgens mij wel geïntegreerd. Oké. Nou, we hebben veel studenten als luisteraar, dus die kunnen wel reageren. Maar dit vuurverhaal valt nog wel mee, want er gebeuren toch wel, je hebt toch wel heftigere dingen gezien? Zeker. Maar ik vond het vuurverhaal natuurlijk ook vrij kinderachtig, eerlijk gezegd. Het hele corporale bestaan had, zeker als je erop terugkijkt, iets diep kinderachtigs. Omdat het toch eigenlijk pubers zijn die spelen dat ze volwassen zijn. Terwijl ze dat eigenlijk niet zijn, zeker jongens niet. Spreek jij nog mensen uit jouw jaarclub? Nee, die heb ik dat... Dat is een tijd geleden dat ik mijn laatste jaarclub met mijn huisgenoten bijvoorbeeld... Meerdere van mijn huisgenoten spreek ik regelmatig, ja. Omdat eigenlijk de huisgenoten zitten dieper in mijn ziel verankerd dan mijn jaarclub. Terwijl ze zeggen bij de jaarclub, vrienden voor het leven, die zie je... Ja, hele... zo is het. Maar daar komt bij dat het sterven in mijn jaarclub wel beangstigende vorm heeft aangenomen. Dat was een jaarclub van 13 personen. En ik geloof dat meer dan de helft dood is. Een stuk of 7, 8. Ben je ook naar de begrafenis geweest? Deels wel, deels niet. Deels kon ik niet. Maar deels vooral bij de vroege stervers, om het zo maar te zeggen, ben je ook nog... Ja, het is net of je een klap voor je kop krijgt. En ik denk, Jezus, er gaat iemand dood die ik nog, net als mijzelf, als betrekkelijk jong beschouw. Ja, maar dan heb je niet met allen een hele goede band gehad. Terwijl je dat bij een jaarlijks wel vaker... Ik heb zeker niet met allen een goede band gehad, nee. Ja, dat is een goede band. Nogmaals, ik heb met mijn huisgenoot altijd meer band gehad dan met mijn jaarclubgenoot. Mm.